Ja, mijn papa die heeft dus sinds een paar maanden een iPhone gekregen en sindsdien doet hij niks liever dan rare foto's op Facebook posten. Waaronder bijvoorbeeld deze eerste foto, waarin hij staat in een Tiroler pak. Ik vind het precies toch een beetje gênant dat mijn papa op zijn 56e als een panda rondloopt. Ik weet alleen dat het heel belachelijk is. En ook dat rozijmetje vind ik echt lelijk. Ja, voilà, dat is mijn papa. Jee. Mijn oma die heeft pas een iPhone gekocht. En dat is heel tof, want nu kan ze sms'jes met ons sturen. En ik heb haar dan de emoticons doen ontdekken. En nu hebben wij hele conversaties in emoticons. Ik vroeg op Facebook wie van mijn vrienden dat er allemaal naar Pukkelpop ging. Ik dacht, er gaat redelijk wat reactie op komen. De eerste reactie is een reactie van mijn onkel. Ik ben de namen aan het verzamelen, Jarno. Maar het zal een tijdje duren en dit zou wel een hele lange post kunnen worden. Momentje. En ze wordt er heel creatief in, zodanig zelf dat ze emoticons zodanig gaat samenstellen dat die dan weer een grote emoticon vormen. En ja, ik vind dat kei schattig. Succes is niet definitief. Een mislukking niet fataal. Het is de moed om door te gaan die telt. Dat is dus mijn mama op Facebook. Prachtige, prachtige quote. Mijn moeder moet geen vrienden zijn op Facebook van mijn vrienden. Dat hoeft helemaal niet. Hashtag KTT, hashtag triathlon, hashtag viersel. Ja, ik kan dus ook heel goed hashtags gebruiken. En dan van ik heb op die foto 12 reacties, waarvan 2 reacties van mijn vrienden. De andere 10 zijn gewoon familieleden. Dat is niet meer serieus.